goedemiddag op deze woensdag. Het is 1 maart. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar de nieuwe weekvlog. Mijn nagels die matchen wel bij mijn lipstick. Dat is wel leuk. De nieuwe maand is alweer begonnen. Het is wel echt hard gegaan. Ik heb het echt ijs en ijskoud. Ik weet niet wat ik heb. Ik weet ook niet eens hoeveel graden het is. Siri, hoeveel graden is het? Hey Siri? Mm-hmm. Hoeveel graden is het? Het is nu 7 graden. Ja, 7 graden. En op zich met het zonnetje erbij is het wel lekker, maar ik heb het zelf gewoon ijskoud en dat ligt nu ook gewoon aan mij. Dat weet ik ook gewoon. Ik heb even de stream aangezet. Dat vroeg Nathalie of ik eventjes wilde kijken of alles ook werkte en zo. En ik hoor haar gewoon, dus dat is verder prima. Ik heb gisteravond weer Married at First Sight gekeken en op zich was het ook wel weer leuk, maar ik merk ook dat ik het wel goed vind dat het bijna ten einde is. Ik ben er op een gegeven moment ook wel een beetje klaar mee, omdat het toch wel bepaalde mensen je gaat je irriteren en dat soort dingen. Dat heb ik vorige week ook al een beetje verteld en ik ben toch wel benieuwd of welke koppels er uiteindelijk getrouwd zullen blijven, maar ja, ik vind af en toe dat ik denk van het is ook wel mooi geweest. Daarna nog even een stukje van Help mijn man is klussen gekeken, maar dat heb ik nog niet afgekeken. Dus ik denk dat ik dat vanavond even verder probeer af te kijken. Ik heb wel lekker mijn pikhaantje gegeten. Die was echt super lekker. Dat was echt weer genieten. Ik heb nog steeds wel een beetje last van mijn keel. Dus dat wil ook nog niet echt beter worden. Ik heb de afgelopen week wel regelmatig wat dropjes en zo gegeten. Wat keelsnoepjes, maar dat wil nog niet helemaal zoals het wezen moet. Maar ik merk wel gewoon echt wel dat ik een beetje verkouden ben. Ik heb de vlog gisteravond verder afgemaakt en daarna heb ik mijn foto's bewerkt. Toen ben ik mijn serie gaan kijken op Netflix en ook aan deze vrouw begin ik me aardig te irriteren nu. Ik ben wel benieuwd hoe het afloopt, maar zij wordt gewoon irritant. En daarna had ik weer Dr. Tinus, dus dat was het ook wel. Ik heb gisteren een nieuwe game besteld, die is binnen, die zal ik jullie zo even laten zien. Het is namelijk zo, er komt een game uit, dat heet Hotel Life voor de Switch. En dan moet je dus een hotel runnen. En Nathan en ik, die zijn het elke keer, waren we het in de gaten aan het houden. Want hij zou eigenlijk 31 december al uitkomen. En bij bol.com is dat nu naar een jaar verschoven. Dus dan zou die dit jaar 31 december uitkomen. Nou, we snapten het niet. En elke keer op andere websites worden we er eigenlijk ook niet echt wijs uit. Van joh, wat is het nou? Is het wel of is het niet? Het is allemaal een beetje vaag. Maar toen kwam er dus een ander spel uit. En toen zei ik al tegen Nathalie, oh, dat lijkt me ook best leuk. Ze hadden eigenlijk toen we naar de huisartsbeurs gingen al een filmpje bekeken. Maar het was allemaal nog een beetje onduidelijk of dit het echt was. En toen zag ik dus van de week, omdat de game is afgelopen donderdag uitgekomen, zag ik een filmpje van iemand die was het aan het spelen. Dat was weliswaar iemand, volgens mij was die uit Engeland. Een Engelse man deed dat, dus voor mij is dat een beetje lastig omdat ik het niet echt goed versta. Maar wat ik zo zag, zag het er wel leuk uit. Maar ik zal de game uiteraard zo eventjes laten zien. Ik ga zo eventjes lekker de boel doen, even de woonkamer, zo wel weer even lekker en even de keuken meepakken. Dus dat is allemaal wel weer eventjes heel fijn. Dus ik ga zo wel eventjes lekker een muziekje aandoen en hopelijk dat ik het dan ook wat warmer krijg. Ik heb het nu best wel koud. Ik moet nog even mijn laatste zegeltjes opplakken. Want dan kan ik mijn boodschappenpakket meenemen morgen. En ik had ook al eventjes de... ik laat jullie nog even zien dat ik de kwasten aan het wassen ben. Want dat had ik nog gezegd dat ik dat nog eventjes zou laten zien. Want verder is het schoonmaken toch niet echt heel bijzonder. Maar ik zal eerst eventjes de game laten zien. Oh, hier is die. Was gewoon brievenbuspost. Was prima. Was wel fijn. Ik had gratis verzending. Ik heb de game bij Mediamarkt gekocht. En bij Mediamarkt is het dus als je blijkbaar een zo'n pasje hebt dat je dus gratis verzending krijgt, denk ik. Want normaal gesproken zou het 3 euro verzendkosten zijn. Ik had in de winkel maandag al eventjes gekeken, want we waren bij de Mediamarkt, maar ik zag hem daar niet. En volgens Nathalie lag hij dus achter, maar ja, ik kon hem niet vinden en ik heb er ook niet aan gedacht om het te vragen. Dus toen zei Nathalie van ja, maar hij schijnt wel snel uitverkocht te zijn. Dus toen ik hem nog op voorraad zag, heb ik hem gisteren meteen besteld. Even openmaken. Het is Chef Life. Dit is een
Ja, een game, daar moet je dus een restaurant moet je gaan leiden. Je moet dus echt zelf maaltijden koken. Je moet zelf de inkopen doen. Je krijgt er ook wat futures bij op zo'n Nathalie. Twee extra dingen van, ik geloof, een pizza oven, wat zij liet zien. Het is dus ook de bedoeling dat je denk ik, een Michelinster gaat halen. Dus ik ben hier wel heel benieuwd naar. Het schijnt wel erg pittig te zijn. De achterkant ziet er ook heel leuk uit. Het is wel een Engelse game. Dus voor mij wordt dat wel een beetje een uitdaging. Oh ja, exclusief. Het is de pizza, het zijn pizza recepten en de pizza oven. Ik ben hier heel benieuwd naar. Ik ga hem lekker, denk ik, vanavond eventjes lekker spelen. Want hij lijkt me echt super leuk. Maar dat is in ieder geval mijn nieuwe Switch game, Chef Life. Als jullie het leuk vinden, kan ik hem binnenkort in de vlog een keer laten zien als ik hem speel. Want ik ga het eerst zelf maar eens even proberen. Maar het is echt een simulatorspel en ik ben er heel erg benieuwd naar. Want het ziet er echt super leuk uit. Dus daar ben ik heel blij mee dat ik hem binnen heb. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker aan de gang. Dan is het ook weer klaar en mijn stem valt een beetje weg. Dus het is even goed als ik even stop met praten nu. Nou, de kwasten liggen klaar om gewassen te worden. Maar zoals je ziet gebruik ik tegenwoordig ook sponsjes. En die zijn ook goed vies. En deze ook. Dus ik ben heel erg benieuwd of ik die ook een beetje schoon ga krijgen. Dus dat ga ik nu ook eens eventjes mooi proberen. Want dat zou heel fijn zijn. Deze is echt wel weer heel mooi schoon geworden. Dus dat is fijn. Deze die heeft nog wat foundation resten. Dus die ga ik hier even lekker in laten weken. En dan hoop ik dat het er ook uit gaat. Maar anders blijft hij een beetje vies. Maar het is in ieder geval weer schoon. Ik heb alles wel weer klaar, maar het liep even allemaal niet zo soepel als verwacht. Normaal ben ik er zo doorheen, maar ik ben zelf even niet echt vooruit te branden. Nathalie vroeg zelf nog of ik een potje mee wilde doen, maar ja, ik moest even poetsen, dus dat werd hem niet. Ik zei, misschien kan ik straks nog aansluiten, maar ja, ze is natuurlijk ook afhankelijk van hoe lang Lente 's middags slaapt. Dus die ging op een gegeven moment, moest hij ook uit bedje, dus dat hebben we ook niet gered. Ja, het ging gewoon even allemaal niet zo soepel. De bovenkant van mijn stofzuiger vloog eraf, waar ik zeg maar mijn borstels in heb zitten. En het was even een gedoe om dat weer in elkaar te krijgen, want het lukte niet echt goed. Probeerde ik iets op te zoeken op Google daarover, daar kon ik ook niet echt wijs uit worden. Zoals allemaal ging het even niet zo heel soepel, maar goed, het is allemaal in ieder geval weer klaar. Pluszegels zitten erop, de spaker zit in mijn tas, dus die kan morgen lekker mee. Dat is gewoon even jammer dat het zo liep. Maar ja, soms heb je gewoon eventjes van die dagen. Ik heb nog niet eens wat gedronken, dus dat ga ik zo eerst even doen. Want een beetje droge keel, maar ik ben gewoon in één stuk doorgegaan. En normaal red ik het allemaal heel makkelijk, maar ik ben gewoon een beetje traag. Ik voel me een beetje slapachtig vandaag. Maar goed, dat heb je soms. Ik ga zo in ieder geval even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten.
Vanavond wel weer Married at First Sight. Ik denk dat ik nog eventjes probeer om op mijn man is klusser af te kijken. Ik ga even mijn nieuwe spel spelen uiteraard. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik ga de vlog inplannen. Daar moet ik nog een thumbnail van maken en even mijn blogpost schrijven. Ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken en nog even tot de 10 is en dan ga ik lekker slapen. Ik dacht dat ik mijn boek uit zou lezen gisteren, maar dat is dus niet gelukt. Dus ik denk vandaag, om mijn coaches er morgen ook al op tijd hebben. Dus net dus, nou ja, prima. Ik ga dat in ieder geval nu zometeen eventjes allemaal gewoon lekker doen. En dus vanavond een rustige avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan eventjes bijkomen, want ik heb een beetje zware benen. Dus ja, komt gewoon omdat ik een beetje traag ben. Maar dat komt wel weer goed. Dus bij deze in ieder geval tot morgen. Goedemorgen, het is donderdag 2 maart. Het is nog ochtend, dat zien jullie niet zo vaak bij mij. Ik ben in ieder geval klaargemaakt en mijn coach komt straks en we gaan boodschappen doen. Daarna gaan we gezellig naar de IKEA, daar heb ik heel veel zin in. We zouden eigenlijk een paar weken geleden al gaan, maar toen kon het niet doorgaan. Dus vandaag gaan we wel en ik heb al dingetjes op een lijstje staan die ik graag wil kopen, dus... Ja, super leuk, super veel zin in. Eerst even boodschappen doen, even kattengrit halen en dan gezellig naar de IKEA. Dus ja, leuk. We zouden dus eerst naar mijn oma gaan, maar dat hebben we uiteindelijk verplaatst. En dat was nog niet eens, dat was eigenlijk al verplaatst voordat ik wist dat ze corona had. Want waar mijn oma woont, zeg maar in die plaats, daar heeft mijn coach dus altijd een vergadering. En ze zegt ook, ja, het is een beetje zonde van de benzine als ik dan eerst weer naar jou toe moet en dan weer naar je oma. Omdat ik daar dan net vandaan kom, zeg maar, uit die plaats. Dus dat hebben we naar volgende week verplaatst. Maar ik moet eventjes kijken en even overleggen hoe dat nu zit, omdat ze nu corona heeft. Kijk, volgens mij moet ze 10 dagen in quarantaine. Maar ik snap de nieuwe regels niet helemaal meer. Maar goed, dat gaan we wel zien. Gisteravond heb ik Married at First Sight gekeken. Ja. Op zich prima. Ik vond Wiegian een beetje zielig, want Loes die ging weer weg. Ze hadden zo'n weekend en ja, zij was helemaal niet lekker en zo. Dus ze ging daar weg en dan komt het zeg maar in het voorstukje komt het heel dreigend over. En dan zit het in werkelijkheid toch anders. Daar word je soms wel een beetje door misleid. Ik heb lekker mijn nieuwe game gespeeld. Echt een superleuk spel. Hij is compleet Nederlands en dat wist ik eigenlijk van tevoren niet helemaal. Ik had even wat struggles, want er zaten dus 2 kaartjes bij waardoor je dus een pizza over kunt krijgen. Dat is vanaf 23 maart. En een recept. En na te zeiden is het best om dat al in te voeren voordat je gaat spelen. Dus ik was dat aan het proberen, maar hij pakte die code niet. Ik zeg op een gegeven moment, ja, hij doet het niet, ik snap het niet. Oh, zegt ze, kun je even een screenshot sturen, maar wat bleek... Ik had het al opgelost voordat ik een screenshot zou sturen. Ik had een cijfer verkeerd. Ik had een 0 en de O. Die haalde ik door elkaar heen. Dus het is soms een beetje lastig. Uiteindelijk is het gelukt. Ik ben nog niet heel ver. Ik heb pas 1 recept gemaakt. Want ik zit nu een beetje vast bij een volgend recept. Ik moet nu een biefstuk maken met charlotjes. Maar er gaat op een gegeven moment iets mis. Je moet daar zelf dus ook peper en zout aan toevoegen. En volgens mij bak ik hem te... hard, want er gaat iets niet goed, dus daar ga ik vanavond al even verder mee. Maar echt een superleuk spel. Ik vond het nu al superleuk, dus ik heb niet eens super lang gespeeld. Help een man is klusser heb ik even afgekeken. Daarna ben ik de vlog gaan uploaden en heb ik ook een thumbnailtje gemaakt. En toen heb ik mijn blogpost geschreven, alvast wat foto's voor het artikel van morgen gedaan. Dus op zich was dat prima. Toen ben ik nog eventjes lekker mijn serie gaan kijken op Netflix en daarna Dr. Tinus. Dus ja, was ook alweer super leuk. Mijn boek is uit, dus allemaal prima. Ik ga even schoenen pakken en even de stofzuiger hier er doorheen halen. Eventjes de kattenbak scheppen en dan ben ik klaar om zo de deur uit te gaan. Dus ik ga jullie nog wel even gezellig meenemen naar de IKEA. Maar nu eerst even de laatste dingetjes doen, zodat ik klaar ben. En ik hoop dat ik het iets warmer krijg, want ik heb het zo gigantisch koud. Maar goed, we gaan het zien. Dus nou, ik zie jullie sowieso weer als ik terug ben.
Zo, ik ben weer thuis. Ik heb het heel leuk gehad. Bij IKEA was het ook weer superleuk. Even lekker een kopje koffie gedronken. Wel goed geslaagd. Ik moet even één ding bijbestellen, want daar wilde ik er twee van nemen. Dat hadden ze niet. Dus dat moet ik even doen. Maar er komt uiteraard weer een shoplog van online. Maar verder wel weer goed geslaagd. Dus mijn boodschappen laten zien. Ik heb ook weer kattengriet gehaald. Even wat spullen eruit halen. Er zitten heel veel IKEA spullen hierin. Een zakje handschoentjes. Kattengrit, of kattengrit, kattenvoer bedoel ik. Ik dacht, je moet helemaal apropos hier. Setje met doekjes. Dat zijn van die doekjes, die vind ik gewoon altijd heel handig. Van die microvezeldoekjes, die waren nu 2 euro. Slaapvinken. Een pakje met hamlappenmix. Chocomel. Opschuimmelk, frikandellen, spekjes en een bakboter. Ik heb nu maar een grote gekocht bij de Lidl, want die kleine ben ik best wel snel doorheen. Ik denk ja, het is nog net weer een beetje te duur, zeg maar. Ik moet even wat spullen hier eruit halen, wat IKEA spullen erop liggen. Ja, weer klaar met eten. Bij de Aldi heb ik deze tapijtreiniger gehaald. Ik was er toch wel benieuwd naar, want het is ook tegen het neutraliseert ook geurtjes van huisdieren. Er zitten best wel wat vlekken op en het gaat eigenlijk met de wasmiddel ook prima. Maar ik dacht, nou, dan kan ik hem even een keer een goede beurt geven. Dus, nou, die eventjes. Ik heb nog een diamond painting gekocht, een hele leuke met een kat met oogjes. Superleuk. Boontjes. Swarma, ik ga straks pizza maken. Kippensoep. Kip à soep, doe ik eigenlijk. Danoontjes. Pizzabodems. En ik was heel erg aan het zoeken, want ik kon ze bijna niet meer vinden. Maar die liggen tegenwoordig. Dus ze zitten niet meer in een doos. En ik was altijd die doos gewend. Maar ik heb er in ieder geval weer twee. Ik kan er één van in pieten. Patat. En aardappelschijfjes. En dat waren de beste. Ik ga dit zometeen maar even opruimen. Als de katten er bijna klaar zijn. Dan ga ik straks eventjes de champignons snijden en dat soort dingen. En dan is dat mooi klaar. Dan kan ik straks even de pizza maken. Even lekker douchen. Vanavond heb je Ajax. Ook voor de beker moeten die. Net zo'n wedstrijd wordt als bij Utrecht. Van de week dan... kunnen we ons lol op, maar we hopen toch even op een wat betere. Nou, ik ga vanavond uiteraard nog even mijn spel doen. Je hebt ook een nieuw seizoen van het Roerom. Vind ik ook altijd wel leuk om even te kijken. Ik ga nog even lekker in mijn keuken prutsen, dus met mijn game. Dan ga ik even de foto's bewerken. Dan ga ik weer lekker Gypsy kijken en daarna even Toxicinus. Dus dat is het ook wel. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Ik heb trouwens ook het boodschappenpakket van de Plus meegenomen. Die ga ik morgen even met jullie uitpakken, want... Ik ben nu aardig zat. Ik moet even de boodschap opruimen. Ik heb nu niet zo heel veel puf meer om dat te gaan doen. Dus dat ga ik dan morgen gewoon eventjes doen. Maar ja, die komt dan nog eventjes. Maar goed, nu eerst eventjes dit doen. En dan zie ik jullie gewoon bij deze weer morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 3 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het echt ijskoud. Het is buiten 8 graden. Dus op zich valt het mee. Het is natuurlijk niet heel warm. Maar het heeft vannacht ook flink gevroren. Dat is niet waar. Het was min 1 vannacht volgens mij. Maar ik heb het echt flink koud. Ik heb ook een shirt aan met 3/4 mouwen. En daar heb ik dus lekker een vestje overheen gedaan. Omdat ik het zo intens koud heb. Ik wil eens even kijken hoeveel graden het hier binnen is. Ja, 17. Ik weet nog. Ik sprak gisteravond met mijn moeder. Ik zei, oh, ik heb nog de verwarming niet aan. Die had hem al lekker aan. Toen in één keer kreeg ik het al koud. Toen heb ik hem alsnog aangezet. Toen had ik het toch wel heel fris. Maar goed... Lekker even een vestje aan. Ik ga zometeen toch lekker de slaapkamer doen. Dus ik hoop dat ik dan wat warmer word. Ik merk dat die keel nog steeds niet meewerkt. Ik heb nog steeds heel veel pijn. Ik merk ook dat ik wat vermoeider ben dan normaal. Dus ik zit te denken, ja, zal ik nog een testje doen voor de corona? Maar ja, omdat de regels nu eigenlijk toch vervallen zijn, denk ik, ja, moet ik het dan willen weten? Dus daar ben ik nog een beetje over aan het twijfelen. Want ja, misschien heb ik het, misschien ook niet.
Maar ja, omdat je nu niet, eigenlijk niet echt meer in quarantaine. En zo hoefde ik altijd gisteren ook met mijn coach over. En die zei ook al van nou, zij zou wel gewoon weer op bezoek gaan. Ook al zou iemand bijvoorbeeld corona hebben. Ik krijg net een melding op mijn horloge en ik zie niet wat het is. Nou ja, het zal wel. Ik heb gisteravond het roer omgekeken. Ik vind het altijd wel interessant om te zien dat mensen een heel nieuw leven gaan beginnen. Maar ik vind het toch altijd ook wel zielig voor die kinderen. Want ze moeten toch hun vriendjes achterlaten. Nou ja, huis en haard. En ze gingen naar Oostenrijk. Het was voor die kinderen ook best wel moeilijk om nieuwe vrienden te maken. Omdat ze de taal dan niet spraken. Uiteindelijk ging het wel heel goed. Maar ja, ik vind dat toch altijd wel een beetje sneu. Maar ja, goed, ja, als ouders die keuze maken. Ik vond het ook wel een beetje rot voor die jongen. Want die oudste zoon die had zeg maar zijn examen al klaar. Maar die was te oud voor een tussenopleiding. Wat is er, tijger? En dan zou die dus zoveel weken naar een internaat moeten om dat intern te volgen. En die vader zei meteen, oh dat is toch gaaf. Maar die jongen zag dat helemaal niet zitten. Nee, dat snap ik ook wel. Kom je net in een nieuw land, kom je tussen allemaal vreemde mensen waar je de taal niet van spreekt. Nee, dat is toch helemaal niet gaaf dan. Maar goed, ik heb nog eventjes Chef Live gespeeld. Maar het is een beetje moeilijk, want ik kan mijn eerste hoofdstuk niet achter afmaken. Even kijken wat Tijgertje aan het doen is. Tijgertje, hou eens op. Want ik kom niet door het biefstuk bakken heen en dat is een beetje lastig. Dus zodoende als ik hem opsla, dan moet ik steeds weer opnieuw beginnen. Dus daar moet ik wel eventjes naar kijken. Ik heb verder de foto's helemaal klaar met bewerken. Toen ben ik weer Gypsy gaan kijken en Dr. Tines en ik ben een nieuw boek gestart. Ik had nog beloofd om even met jullie het plus boodschappenpakket uit te bakken. Dus dat gaan we nu even doen en dan ga ik daarna eventjes lekker aan de schoonmaak. Dus dan ga ik jullie meenemen. Maar eerst maar even dat pakket openmaken. Nou, het pakket staat naast me. Ik heb hem net even opengesneden. Er zou een waarde in zitten van 55 euro. Ik moet wel zeggen, hij is een stuk minder zwaar als eerdere pakketten. Nou, je krijgt een kortingscode voor een bloemetje. 10 euro korting. Ja, dat doe ik toch niet. Ik vind hier allereerst een Glorix tablet voor het toilet. Dat vind ik altijd heel fijn, want ik heb altijd van die tabletten in de wc zitten. Dit is de Bleach Power 5. En hij is 100% recyclable. Dus ik denk dat dit ding zeg maar 100% gerecycled is. Dus die. Dan hebben we hier vaatwastabletten. Ik heb geen vaatwasser, maar die zijn dus ook van Dreft. Dan heb ik hier Cannelloni. Het is een van Knorr, een mix met veel groenten. Een maaltijd. Dan hebben we hier Ginger Goodness Orange. Het is thee van Pickwick. Een clear appelpeer smaak. Dat is altijd wel lekker. Is denk ik gewoon een soort van dubbel fris van het eigen merk. Misschien lijkt me wel lekker. Appelpeer is altijd de goede, want die heb ik zelf van dubbel fris ook altijd. Een blikje Rivella, ook altijd lekker. Een shampoo van André Lon, levendig lang, voed en versterkt lang haar. Nou, dat is voor mij wel goed, want ik heb lang haar. We hebben koekjes, dit zijn de Nizza kokoskoekjes met een laagje suiker. Nou, misschien zijn ze best wel lekker, ik ben normaal niet echt een kokosfan, maar dit soort koekjes zijn vaak wel lekker. Dan hebben we hier sultana met frambozensmaak. Dan heb ik hier Sweet Chili Crunch, Grace Crunch. Ik weet niet van welk merk het is. Het is een nieuw product. Het is ook veggie. Ik zou zeggen vegetarisch, maar veggie. Altijd fijn. Een tandpasta de Max White One. Van Colgate. Een pakje met appelsap. Heel schattig. Ik hou wel van appelsap. Goudappeltje. Puur sap. Puur en ongezoet. Een appelsientje dus. Een bordje met appelmoes. Een blikje Amstelbier. First Choice Cola Zero Sugar. Cola vind ik lekker. Ik ben normaal niet zo van de zero suiker, maar ik drink het wel gewoon als ik het ergens krijg. Een kuppensoep met Franse ui. Een Lenore wasverzachter, of Lenore, zo
Sorry, dit is een Lenore. Hoe heet dat nou? Wasverzachter. Hij zit maar tot dit vol. Hij zit niet eens helemaal vol, want hij stopt hier, zeg maar, bij de... Ja, bij die hul stopt hij. Deze vind ik wel heel leuk, want dit is de stip en streep. En dit is dus de wasmiddel. En daar heb ik dus laatst de wasverzachter van gekocht. Het is wel leuk om die samen te gaan gebruiken. Nu ben ik ook wel benieuwd hoe die ruikt. Ja, gewoon een wasmiddel. Deze kun je trouwens, deze beschermt wit en gekleurde kleding. Nou ben ik wel iemand die dit scheidt. Want ik doe nooit witte en gekleurde kleding bij elkaar. Maar wel een hartstikke leuk pakket. Dus nou ja, goed. Ik ga dit allemaal eventjes opruimen. En dan gaan we lekker de slaapkamer doen. Ik ben klaar. Het was alweer lekker om even alles te doen. Ik had gewoon even lekker mijn eigen muziekje aan. Dus ik raak eigenlijk een beetje een soort van in mijn eigen bubbel dan, zeg maar. Ik vond dat in de trein ook heel fijne muziek op te hebben. Omdat ik dan gewoon echt een beetje in mijn eigen ruimte zit. En ik niet de prikkels van anderen meekrijg met alle gesprekken en zo. Dus dat is altijd wel lekker. Dus alles is weer lekker schoon. Lekker schoon bed. Dat vind ik heel fijn. Ik klink nu natuurlijk super verkouden. Ik heb net flink zitten niezen omdat ik net een coronatest heb gedaan. Maar hij is gewoon negatief. Dus ik heb geen corona. Maar ik denk ik ga het toch even proberen. Omdat ik dus zo last had van mijn keel. En toch wel wat meer vermoeid ben. Dus ik dacht ja, voor hetzelfde gaat is het wel corona. Het kan natuurlijk ook zijn dat je op de huisartsbeurs wat hebt opgelopen. Maar nee, ik heb het gelukkig niet. Dus nou, dan weet ik dat ook weer zeker, want dat was toch wel iets wat de laatste dagen door mijn hoofd speelde. Maar goed, dat is allemaal ook weer opgelost. Katten hebben net lekker gegeten. Ik heb alle spullen naar boven gebracht die naar boven gebracht moesten worden. Dus dat is ook wel weer lekker. De slaapkamer is ook weer leeg. Dus dat is allemaal wel heel fijn. Nu ga ik zo wel even wat drinken, want ik heb net al wat gedronken, want ik had echt een hele droge keel. Die pizza trouwens was gisteren heel lekker. Ik had hem in de oven gedaan. Eerder deed ik pizza's heel vaak in de airfryer. Maar nu met die nieuwe airfryer wil ik dat liever niet meer. Omdat ik toch zoiets heb van ja, ik wil hem eigenlijk het liefst gewoon voor mijn patat en mijn snacks gebruiken. Een keer een schnitzeltje is prima. Maar liefst niet meer echt spare ribs of pizza erin. Want ik heb ook gewoon een oven en dat gaat ook prima. Ik moet alleen soms wat hulp hebben omdat ik het nog niet helemaal snap. Maar het ging eigenlijk heel goed. De bodem was alleen een stukje dunner en ik was wat dikkere bodem gewend, maar deze was wel breed, dus je kon hier meer beleg op doen. Maar het was echt heel lekker, dus zeker voor de herhaling vatbaar. Ik heb sowieso nog één bodem, want ze worden per twee verkocht. Dus prima. Ik ga zo meteen even lekker relaxen, want ik heb nu de tranen in mijn ogen staan natuurlijk van die test. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik ga vanavond eerst even je huis op orde terugkijken, want Flikker Maastricht begint pas om 9:30 in verband met schaatsen. Dus dat, ja, dat ga ik dan gewoon eventjes doen. Dus eventjes ja, lekker dan iets later, dus Flikker Maastricht, maar ik heb er wel heel veel zin in. Ik heb al een thumbnail gemaakt voor de video van morgen, dus dat is fijn. Dan kan ik vanavond een blogpost schrijven en even de video in elkaar zetten. Dan ga ik weer Gypsy kijken.
En daarna verder met Videoland. Dus dat wordt het dan ook wel lekker. Mijn boek weer lezen zit ik nog niet heel lekker in. Maar dat is gewoon eventjes nog, moet nog eventjes komen. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu eventjes lekker relaxen. Want ik heb heel erg veel moeite nu om mijn ogen open te houden door dat getraan. Omdat ja, het kwam er dus allemaal vrij met die test. Maar goed, ik ga jullie gewoon morgen weer zien. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is 4 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb even hetzelfde vestje van gisteren over mijn shirtje in aangetrokken. Want er zitten wel lange mouwen onder. Maar ik heb het zo koud. Het is 7 graden buiten. Het is ook wel heel erg bewolkt. En op zich, het is niet super koud. Maar ik heb nou niet echt zoiets van, nou, dit is heel lekker. Dus ik denk, nou, ik doe lekker mijn vestje nog een keer aan. Zo, er gaat er een keer op de kattenbak. Dit is niet normaal. Nou ja, gisteravond heb ik even je huis op orde gekeken. Want Flikker Maastricht begon pas om 9:30. Iets over 9:30 zelfs. Moest ik wel even heel erg aan wennen, want dat ben ik niet zo gewend. Want normaal gesproken dan, ja, zit je om 8:30 klaar. Heb ik lekker mijn bakje koffie erbij. En ja, dat was nu niet. Dus, want die had ik natuurlijk al op. Want ik hoef niet om 9:30 pas koffie. Dat vind ik dan net laat zat. Ik ga even kijken, want ze zijn aan het vechten. Hé, hey, niet doen. Het is altijd zo vervelend. Ze willen altijd. Je hebt twee kattenbakken en ze moeten altijd dan op één. Als de een erop zit, wil die andere er ook per se op. Terwijl die gewoon in de kattenbak ernaast kan. Dus altijd een beetje, ja, een beetje ruzie daarom. Dus ja, ik moest daar dus eventjes aan wennen. Maar het was wel weer een hele mooie aflevering. Ik had wel gelijk bij de tweede zaak een beetje het idee wie het gedaan zou kunnen hebben. Ik heb eventjes lekker Chef Life gespeeld. Ik ben nu iets verder, want ik zat heel erg vast. Omdat ik één opdracht, ik kwam er gewoon niet doorheen. En dat was een biefstuk bakken, maar ik had blijkbaar iets fout gedaan, ook met het kruiden. Dus ik heb nog even hulp gehad van Nathalie. Die zei ook al van mij, ben je nu al gefrustreerd? Ik zeg, nou, ik ben niet gefrustreerd, maar het is gewoon jammer als je 5 keer zo'n gerecht bereidt. En elke keer dan is het zo van, nee, dit is niet goed, doe het opnieuw. Dus dat is gewoon een beetje jammer, maar ik ben nu weer even verder. Dus ik heb hem nu kunnen opslaan. Nu kan ik dus verder waar ik gebleven ben. Dat is wel heel fijn. Dus nu moet ik ook wel weer ingewikkelde ingrediënten of ingewikkelde gerechten gaan maken. Maar dat komt wel zo goed. Nathalie is al best wel ver, maar dat komt voor mij ook vanzelf wel. Soms heeft het even tijd nodig. Ik heb de video in elkaar gezet. Ik heb een blogpost geschreven. Daar ben ik wel vrij lang mee bezig geweest. Maar dat was ook een wat grotere. Maar ik ging op zich wel lekker. Dus was allemaal wel prima. Toen heb ik weer Gypsy gekeken. En dat was ook wel weer. Ja, ik heb wel het idee. Omdat het loopt nu tegen het einde natuurlijk. Dat de geheimen een beetje onthuld gaan worden. Dat ze dit niet meer echt voor zich kan houden. Dus ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. En daarna heb ik gewoon nog even Videoland gekeken. Ik heb wel even lekker mijn boek gelezen. En toen ook gaan slapen. Dus dat was eigenlijk verder mijn vrijdagavond. Dus niet heel spectaculair of zo. Vandaag op de planning. Ja, ik wil eigenlijk boven even wat gaan doen. En ik ga jullie proberen mee te nemen. Maar ik vind het wel heel lastig. Omdat het dus echt een puinzooi is. En ik vind het ook wel gênant. Maar er moet gewoon even weer wat gebeuren. En ik moet zelf gewoon even kijken waar ik moet gaan beginnen. Want ik ben zelf ook een beetje dat ik het gewoon eventjes niet weet. Er moeten nog wat tassen uitgepakt worden met spullen die ik gekocht heb. Waar ik al een shoeblog van heb opgenomen. Onder andere van de Action, dan kan ik ook de spullen waar ik bijvoorbeeld nog een video over wil maken even weer onderverdelen. Gewoon even nog wat schoonmaakdingen doen. Dus ja, ik denk dat ik daar gewoon eventjes mee aan de gang ga. Want ik weet het verder eigenlijk ook eerlijk gezegd niet zo goed. Ik heb niet echt een planning voor vandaag van oh, dit moet ik doen of dat moet ik doen. Dus ik denk dat ik dat gewoon eventjes ga doen. De bakken met kerstballen, die staan er bijvoorbeeld nog. Die moeten eigenlijk naar het andere hok toe, maar dat hok moet opgeruimd worden. Maar die kunnen wel van die kamer af. Die zouden al eventjes gewoon op de zolder zelf kunnen staan. Dat ruimt dan ook alweer een beetje op. Dus ik ga jullie gewoon daar proberen in mee te nemen. En wat het wordt, dat gaan we dan wel zien. Het zal niet heel spectaculair zijn. Schrik vooral ook niet van de zooi die je gaat zien. Maar ik ga dus weer een poging doen om het op te ruimen. Dus ik ga even stofzuigen en dan ga ik jullie gewoon eventjes meenemen naar boven. Thank you.
Klaar mee voor vandaag. Ik hou er in ieder geval mee op. Ik heb op zich best wel het een en ander kunnen doen, wat ik ook heel fijn vond. Ik heb boven echt wel het een en ander kunnen opruimen. Ik weet niet of de beelden heel duidelijk zijn. Dat moet ik even gaan zien met editen. Ik hoop het wel. Ik heb jullie zo goed en zo kwaad als het kon proberen mee te nemen, maar boven is het licht niet fantastisch, dus het is dan automatisch niet zo lekker om naar te kijken. Maar ik heb in ieder geval wel weer het een en ander opgeruimd. Ik heb even wat tassen apart gezet met spullen waar dus nog een shoplog van online moet komen. Ja, en als je dat op hebt genomen, dan kun je het ook lekker gaan gebruiken. En ik zie ook al dat heel veel mensen, als ze dan bijvoorbeeld bij een winkel zijn geweest, dan gaan ze gelijk bijvoorbeeld de shoplog opnemen. Dat zou ideaal zijn, maar dat is toch anders dan dat je zelf de deur niet uit kan, omdat je dan soms toch laat terug bent. Dus je kunt dan niet gelijk weer door met filmen. Nou ja, ligt er ook net aan van hoe laat mijn planning ertoe, omdat ik best wel een strakke planning heb rond mijn huishouden. En ja, heel veel mensen zullen denken, ja, maar je bent elke dag thuis, kun je dat dan niet loslaten? Dat vind ik heel moeilijk, want ik zit toch wel echt aan die planning vast, omdat dat rust geeft in mijn hoofd. Dus ja, voor mij is het dan niet zo dat als ik bij een winkel ben geweest, ik gelijk een video kan gaan opnemen. Ook omdat het me vaak best wel een beetje uitput en ik wil dan toch met frisse energie zo'n video op gaan nemen. En niet dat je zo'n half uitgeput mens voor die camera hebt, zeg maar. Maar goed, dat komt ook allemaal wel goed. Heel veel doosjes heb ik plat gemaakt die weg kunnen. Dus ik kan binnenkort lekker allemaal in de kliko. Dan is het gewoon allemaal weg. Ja, ik ben voor nu wel weer even tevreden wat ik heb kunnen doen. Ik heb eventjes de, in ieder geval ook de bakken met de kerstballen heb ik even apart gezet. Die gaan dus weer het hok in, maar ik moet dat hok dus ook opruimen. Daar kan ik jullie sowieso niet in meenemen. Het is een heel donker hok. Maar daar ga ik ook binnenkort weer eventjes mee aan de gang. Maar ik wil gewoon eigenlijk eerst die kamer klaar hebben. Dan is dat in ieder geval gedaan. Dat vind ik wel heel prettig. Ik heb nog even lekker in mijn boek gewerkt voor mijn blog en YouTube kanaal. Maar wat dat betreft ben ik eigenlijk best wel ver gekomen. En heb ik lekker wel wat dingen gedaan. Dus ik ben op zich wel blij. Ik ga nu zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond speel ik weer mee met weet ik veel. Ik hoop dat het dit keer weer wat beter gaat. Ja, en als het niet zo is, dan is het zo. Ik bedoel, het is niet het einde van de wereld. Ik kreeg ook al hele leuke reacties binnen op de video die ik online heb gezet. Dus dat was super leuk. Verder ga ik even de alles kunnen kijken. Ik denk nog even een spelletje doen. En de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Netflix serie kijken. Ik wil eigenlijk nog een persbericht online knallen. Misschien dat ik dat ook nog even probeer. En dan ga ik lekker weer Videoland kijken. En dan ga ik lekker mijn boek lezen. Dus dat is eigenlijk mijn planning voor vanavond. Niet heel spectaculair of zo, maar gewoon een beetje basic. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker uitrusten. Want ja, ik vind dat ik voor nu wel weer eventjes genoeg heb gedaan. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 5 maart. Ik zit even op de bank en ik film met mijn telefoon. Want mijn camera die doet niks meer. Het scherm blijft zwart. Ik kan het jullie even proberen te laten zien. Kijk, als ik hem aanzet. Hij blijft zwart. Hij doet niks meer. En het is een probleem wat ik al eerder heb gehad. Maar hij doet het dus nu weer. De garantie is ook natuurlijk net voorbij. Dus ik heb nu geen garantie meer. Het is wel een beetje naar. Want
Hij gaat dus uit, maar hij doet helemaal niks meer. En ik weet niet of ik dat nog ga kunnen oplossen. Ik heb net al de batterij eruit gehaald. Ik heb het kaartje eruit gehaald. Ik kan zo nog even de andere batterij proberen. Maar ik denk dat die weer kapot is, vrees ik. En dit probleem heeft Nathalie dus laatst ook al gehad. Ik snap er niks van. Gisteren deed hij het nog gewoon. Het is even wat het is. Ik kan er niet zo heel veel aan veranderen. En ik weet gewoon niet wat het gaat zijn. Dus of ik het op kan lossen. I don't know. Het is natuurlijk wel even heel naar. Dus ja, ik weet eigenlijk even niet zo goed nu wat ik moet doen hieraan. Voor nu is het eventjes een raadsel. Ik heb gisteravond gekeken naar Weet ik veel. Dat was op zich wel weer leuk. Ik had alleen geen goed cijfer helaas. Dus dat was wel jammer. Maar daar doe je ook niet zo heel veel aan. Ik heb daarna weer Alles kunnen Fips gekeken. Dat was op zich ook wel weer leuk. Dus wat dat betreft was het op zich allemaal wel weer prima. Ik heb nog wel even een spelletje gedaan. Toen ben ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gaan zetten. En daarna eventjes mijn Netflix-serie gekeken. Ik heb vanavond daar de laatste aflevering van. En daarna heb ik Videoland gekeken. Dus dat was het ook wel. Vandaag niet zo heel veel op de planning. Ik ga straks gewoon even mijn foto's maken. Maar voor de rest wordt het vrij rustig. Ik moet wel even stofzuigen en zo. Ik heb de verwarming een tikkeltje aangezet. Want ik heb het gewoon heel erg koud. Dus nou ja, goed. Dat is eigenlijk het eventjes voor nu. Net even geknuffeld met Tijgertje. Die wilde even lekker knuffelen. Dus dat is ook altijd wel gezellig. Ik zal straks even de fotospullen laten zien. Ik ga eventjes nog met de camera prutsen in de hoop dat ik hem nog weer aan de praat krijg. En voor nu wordt het dan eventjes met de telefoon filmen, want anders weet ik het eventjes niet. Maar goed, ik ga eventjes mijn dingetjes doen en dan zullen we straks even de fotospullen laten zien. Ik heb inmiddels even mijn spiegelreflexcamera erbij gepakt om hier even mee te filmen. Want om alles met je telefoon te doen, dat wordt ook wel lastig. Vooral omdat als ik jullie ergens bij wil zetten... ik heb net eventjes de andere batterij geprobeerd in de camera. Die doet het ook gewoon niet. Dus ik weet niet. Ik denk niet dat ik hem nog aan de praat krijg. Het lastige is dat hij nu op mijn schermpje zeg maar heel scherp stelt. Maar dat ik dus niet weet wat hij doet als ik hem op de computer zet. Het is gewoon eventjes roeien met de riemen die ik heb nu. Ik heb ook even gegoogeld en het is gewoon echt een probleem van Canon. En dat wist ik natuurlijk ook wel, want ik heb die vorige camera ook al gehad die dat deed. Maar er zijn heel veel verhalen op die dus ditzelfde probleem geven. Maar goed, ik probeer het nu gewoon even met de spiegelreflex. Het is voor mij ook een beetje spelen, omdat ik hier eigenlijk niet heel veel filmervaring mee heb. Maar ik ga het gewoon eventjes proberen en ik hoop dat hij dus een beetje scherp stelt. Zo, ik heb fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst de Positive Vibes Only collectie. Dit is de Baked Highlighter. Hier ga ik een losse video over maken. Dan heb ik hier het oogschaduwpaletten. Het clipje. Hier de Color Changing Lip Glow. Hier hebben we het lippenmasker. Dat is ook wel altijd heel fijn voor 's nachts. Dan heb ik hier een Color Changing Blush Stick. Dan heb ik een nagelolie, Nail & Cuticle olie van Max & More. En ik heb hier een wenkbrauw of brouwliner van Catrice. Dus hier ga ik mooi eventjes foto's van maken. Dus ik ga even lekker een muziekje aan doen en dan ga ik dat eventjes mooi even fotograferen. Dus dat is ook altijd wel weer fijn. Dus ik probeer hier van de week een extra video ook over op te nemen. Maar ik moet dus eventjes kijken hoe dat nu allemaal gaat met deze camera. Want het is allemaal eventjes wennen. Maar ik hoop dat het allemaal goed komt. Dus ik ga het nu eventjes mooi fotograferen. Katten hebben net lekker hun eten op. Dus dat is wel heel fijn. Ik ga zo even een stream opzoeken. Want Ajax komt. Maar het is helaas niet op tv. Dus ik moet even een stream hebben. Dat is altijd wel jammer. Dan op die ene zender dan zijn niet zo heel veel wedstrijden. Zoals dan echt na 4:30 is het vaak al klaar.
Dus nou ja, goed, dan ga ik even een stream opzoeken. In de hoop dat dat een beetje werkt. Ik heb het nog steeds heel erg koud. Dus straks wel lekker warm douchen. Daar heb ik al wel zin in. Nou, dan later eventjes eten. Verder de planning voor vanavond. Ik ga miljoenenjacht kijken. Dat begint weer. Vind ik altijd wel leuk. Ik vind vooral die vragenronde altijd wel leuk. Dus ik ga dat even doen. Ik wil sowieso even verder met het restaurantspel. Daarna heb je weer Wie van de Drie. Vind ik ook altijd wel leuk om even na te kijken. Dus ja, dat wordt eigenlijk verder een beetje de avond. Een beetje tv kijken. Even proberen verder te gaan in mijn restaurantspel. Nou, dan ga ik de foto's bewerken. De serie kijken op Netflix. De laatste aflevering van Gypsy. En daarna weer Dr. Tinus. Ik heb al wel even de beelden bekeken. En wat ik zo zie, waren deze aardig scherp. Dus dat is wel heel fijn. Dus is gewoon even uitzoeken hoe je hiermee filmt. Het is iets zwaarder in de hand. Want je hebt gewoon echt een heel groot ding vast. Het is alleen even kijken hoe ik het van de week ga doen met het opnemen van de video's. Dus dat is eventjes een dingetje. Maar goed, daar kom ik ook hopelijk wel uit. Nou, ik ga nu verder niks meer doen dan even wat drinken en een stream opzoeken. En dan lekker genieten van Ajax. En dan ga ik jullie ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch helemaal niks meer doen dan even lekker relaxen. En genieten van de wedstrijd, hoop ik. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 6 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het onwijs koud. Ik weet eigenlijk niet hoeveel graden het hier is. Ik ga uit van 16. Yes, 16. Dat is natuurlijk ook niet warm. Zo ook in één keer, want hij de afgelopen week was echt continu nog 17 graden. En nu is hij ineens weer 16. Ik heb me al een beetje verdiept in camera's. Maar ik moet zeggen, het is best wel lastig. Want echt hele low budget camera's, die zijn er niet echt meer. En ik weet bijvoorbeeld dat echt de grote vloggers Sony camera's heel veel gebruiken. Maar daar zit ook een prijskaartje aan. Daar word je niet blij van. Dus nee, dat gaat hem voor mij sowieso niet worden. Dus ik ga gewoon me even verder verdiepen. Ik heb er wel wat op het oog, maar ik moet gewoon even goed onderzoek doen. Maar ja, ik heb hem net nog wel even aangezet in de hoop van, zou die het doen? Maar nee, dat is ijdele hoop. Ik heb gisteren mijn nagels gedaan. Dat is deze kleur. En dat is deze. En kijk, dit stelt hij dan gewoon niet lekker scherp. Dit is een lakje uit de limited editie. En dit is de kleur C01 Rosy Velvet. Maar hier heeft hij dus moeite mee. Hij focust niet uit zichzelf. Dus dit is dus een lastig iets. Dus dat wordt wel een dingetje. Dus ik denk dat ik morgen dan toch met het filmen misschien toch de telefoon ga pakken. Want dit is niet heel erg handig. Nou, gisteravond heb ik weer gekeken naar Miljoenenjacht. Dat was op zich wel weer leuk. Mooi bedrag bij elkaar gespeeld. Dus dat is natuurlijk altijd top. Dus ja, was op zich wel weer leuk. Ik heb wel eventjes ook mijn restaurantsgame gedaan. Want ik ging nu eigenlijk best wel lekker. Dus ik ging wel eventjes lekker verder. Daarna Wie van de Drie gekeken. Dus dat was ook wel weer leuk. Toen heb ik de foto's bewerkt. Dus dat was ook weer fijn. Toen ben ik verder gegaan met de serie op Netflix, moet ik zeggen. Gypsy. En echt even serieus. Ik zou hem niet aanraden. Wat een slecht einde was dit. Ik was echt heel erg teleurgesteld over het einde. Ik had er zoveel van verwacht. Misschien was ik te verwachtingsvol, maar het was zo, zo slecht. Het was echt heel jammer. Dat vond ik echt geen aanrader. Dus dat zou ik ook zeker niet, niet aanraden. Maar goed, ja, het is even wat het is. Daarna heb ik Dr. Tinus gekeken. En ik ga ervan uit dat ik daar ook over niet al te lange tijd doorheen ben. Ik ga zo meteen eventjes lekker een was aanzetten. De kattenbakken doen en de douche. Ik moet eventjes mijn slof weer maken. Want kijk, mijn pompon is er af. Kijk, ik heb nu nog één pomponnetje. En die andere lag net op de grond. Dus die moet ik zo eventjes eraan maken. Dat ga ik gelijk ook even doen. Want dan is het klaar. Want ik weet gewoon van mezelf. Anders lukt het niet. Dus ik ga jullie wel gewoon meenemen. Er moet nog een was opgevouwen worden. Dus ja, ik ga jullie wel gewoon meenemen. Dus ja, dat is voor nu eigenlijk eventjes de planning. Dus ja, ik ga muziek aan doen. Dan ga ik eventjes lekker aan de gang. Thank you.
klaar. Ik moet zo wel mijn batterij opladen, want die is echt behoorlijk leeg aan het raken. Maar ik heb mijn pomponnetje er weer aan zitten. Het regent inmiddels ook buiten trouwens. Ik heb de was opgevouwen, de douche is klaar, de kattenbakken zijn klaar. Dus alles is verder weer klaar. Ik werd net weer anoniem gebeld. Ik word er zo moe van. Dat zijn zeg maar... Dus ja, ik heb het even gegoogeld, dat nummer, want ik kan het nummer dus wel zien. Omdat ik heb anoniem bellen uitgeschakeld, maar dan kan ik achteraf het nummer soms bekijken. En het is zo vervelend, want het is dus, het zijn dus mensen die proberen je weer over te halen met over te stappen en dat soort dingen. Ik word er zo moe van. Ik ga gewoon kijken of ik het nummer ook kan blokkeren. Maar ik heb anoniem bellen natuurlijk al uitstaan, dus ik weet niet of dat lukt. Maar het is echt, ik word er continu doorgebeld, net ook weer echt super irritant. En dan krijg ik zeg maar zo'n sms'je van, u bent anoniem gebeld. En nou ja, goed. Ik had gisteravond trouwens ook nog naar Ajax gekeken. En, of gisteren einde van de middag. En je kon wel merken dat Ajax echt nog moe was van de wedstrijd van donderdag. Maar we hebben het eigenlijk wel gewonnen met 1-0. Dus dat was op zich wel top. Ik ga zo even lekker relaxen. De was die is nog aan het draaien, die is nog niet klaar. Dus die kan dan straks mooi de droger in. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond weer lekker goede tijden, want het eindigt heel spannend donderdag. Dus ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Daarna Chateau Meiland. Ik denk dat ik daarna nog eventjes een klein stukje ga terugkijken van... help mijn man is klusser. Ik ga sowieso nog wel even een spel doen. Ik ga mijn blogpost schrijven. Verder niet zo heel veel. Dan ga ik een nieuwe Netflix-serie kijken. Maar ik weet al welke. Want ik was met een serie begonnen. En er is nu een vervolg van. Dus daar kan ik lekker mee instarten. En dan ga ik Dr. Tienes kijken. En dan lekker weer mijn boek lezen. Dus dat wordt het ook. Misschien nog even een beetje verdiepen in camera's. Dat is misschien nog eventjes een idee. Maar verder wordt het een vrij rustig avondje. Dus prima. De katten hebben het ook weer lekker gegeten. Dus allemaal weer top. Ik ga er dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik ga even checken of de beelden allemaal scherp zijn en dan ga ik even lekker relaxen, want ik heb ook een beetje last van mijn buik. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 7 maart. Ik ben klaargemaakt. En ondanks dat het maart is, lijkt het wel december, want kijk even wat er buiten gebeurt. Kijk, het sneeuwt. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het is letterlijk aan het sneeuwen. Het is al een beetje wit. Blijft een beetje liggen. Nou ja. Er was ook wel wat winterse neerslag voorspeld. Maar dat het echt zou gaan sneeuwen, die had ik niet even niet helemaal zien aankomen. Ik heb de verwarming wat aangedaan. Het is letterlijk buiten ook maar 3 graden. Dus ik had het koud. Het was hier binnen 15 graden. Ik dacht, oh, wat heb ik het koud. Het gaat er niet worden. Ik heb gisteravond weer naar de Meilandjes gekeken. Dat was wel weer heel erg leuk. Daarna heb ik Help mijn man is klusser even teruggekeken. Dat was wel een dingetje, want het was een koppel. Ze hadden 2 jaar geleden een klushuis gekocht. Dat was een voormalig winkelpand. En ze zijn dat huis gaan opknappen. De benedenverdieping was klaar. De bovenverdieping echt totaal niet. Maar omdat deze jongen vooral best wel van het geloof was, zijn ze eerst gaan trouwen en daarna daarin gaan wonen. En zouden ze aan de hand daarvan zeg maar dat huis gaan opknappen. Maar deze jongen werkte heel veel. Die ging vroeg de deur uit. Ja, vond het in het weekend toch nog wel fijn om op zaterdag een biertje te pakken met zijn vrienden. En op zondag was gewoon rustdag. Alleen ze zaten niet helemaal op één lijn. Want zij was zeg maar heel erg bezig met de volgende stap. Dus ja, zij dacht al heel erg aan het gezin. En hij had echt zoiets, ja, maar dan is echt alles voorbij als we nu al kinderen zouden krijgen. En dat ging niet helemaal lekker. Uiteindelijk wel een heel mooi eindresultaat, maar... Ja, ze hadden ook niet echt het gevoel dat deze jongen het echt voor zichzelf deed. Dat hij er heel erg blij van werd wat ze aan het doen waren. Uiteindelijk was hij wel dankbaar, maar het was ook lastig omdat hij dus even goed gewoon moest werken. Dus hij heeft ook niet heel veel kunnen doen. Het grootste gedeelte is echt wel gedaan door de klusmannen van het programma. Maar op zich was het wel een mooie uitzending. Nou ja, toen ging ik mijn blogpost schrijven en ik kreeg ineens een intense buikpijn. Ik weet niet meer hoe ik het had. Ik had laatst met Nathalie erover wat weer de ergste pijn die er is. En toen zei ik op dat moment blaasontsteking. Al vind ik oorpijn ook wel verschrikkelijk, dus het was sowieso wel een moeilijke keuze. Maar die buikpijn van gisteren, die was ook niet te harde. Dus toen heb ik even een kruik gemaakt, die heb ik lekker opgelegd en dat hielp. Die heb ik ook mee naar bed genomen, dus dat was wel heel fijn. Toen ben ik verder gegaan met de serie Sex Life. Daar heb ik het eerste seizoen van gekeken. Er was nu een nieuw seizoen van online gekomen. Dus die heb ik verder afgekeken. En toen had ik Dr. Tienes, dus dat was het ook. En toen ben ik lekker mijn boek gaan lezen. Eerst was ik niet zo enthousiast, maar nu ik erin verder kom, vind ik het toch wel heel spannend worden.
En dan wil ik toch wel graag weten hoe het eindigt. Ik ga zo meteen eventjes een video opnemen. Dat wordt een beetje lastig, want ik ga sowieso even de lampen en zo klaarzetten. Maar ik ga dit met mijn telefoon doen, omdat ik dus met deze camera niet echt kan scherpstellen. Kijk, ik doe nu mijn hand voor, maar je ziet hem heel wazig. Omdat hij dus nu focust op mijn gezicht. En dan moet ik steeds aan de ring draaien. En dat is heel lastig om hem dan weer scherp te krijgen. Dus ik moet daar even een opstelling voor maken. Ik ben wel op zoek naar een nieuwe vlogcamera. Maar ik heb er nu twee op het oog. En die moet ik even met elkaar gaan vergelijken. Van joh, wat zou de beste keuze zijn? Het is best wel moeilijk. En daarna ga ik nog even diamond painten. Dus dat is voor nu even de planning. Maar ik ga nu eerst even lekker stofzuigen en de kattenbakken scheppen. En ik krijg als het goed is straks twee pakketjes binnen. Eentje is van de IKEA, die komt gewoon in de shoplog. En de andere, als die binnen is, zal ik die nog eventjes laten zien. Want dat is een nieuwe collectie van Catrice. En die is echt heel schattig en echt de moeite waard om naar te kijken. Maar ik moet even wachten tot het binnen is. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Mijn pakketje is net toegekomen van de Boozy Shop. Want er was dus weer een nieuwe limited editie van Catrice uit. En daar was ik zelf al heel enthousiast over. Dus fijn dat ik hem al binnen heb. Dan kan ik hem binnenkort weer gaan proberen. Ik ga hem jullie eventjes laten zien. En dit is de My Little Pony collectie. Ik denk dat dat voor sommige mensen best wel wat herinneringen misschien toevoegt. Van vroeger. Ik heb hier allereerst de highlighter. Met de naam C01 Hair in the Clouds. En er staan dus hele leuke My Little Pony'tje staat erop. Heel erg leuk. Ik ga hem even... Oh, er zit een stickertje op. Ik snap dat ze dit doen, maar... Het is niet zo leuk voor mijn nagels dit. Nou, ik heb hem los. Oké. Kijk eens hoe mooi die is. Er zit op de spiegel zit een beschermlaagje. Maar dit is dus de highlighter. Ziet er echt prachtig uit. Dus hier ga ik ook weer een losse video over maken. Maar ik was over deze collectie heel verbaasd. Hij is pas, volgens mij... Oeh. Ik durf uit mijn hoofd niet te zeggen wanneer die in de winkels ligt. Dus echt bij de drogist. Maar dat zal ik even in beeld neerzetten. Want dat heb ik wel uiteraard in mijn persbericht staan. Dan heb ik hier ook het oogschaduwpaletten. Ook zo'n mooiertje. Dit is de C01 Dreaming of Rainbows. Ja, prachtig. Dit is weer trouwens een palette van plastic. En die heeft dus deze kleurtjes. Kijk hoe leuk. Daar word je toch blij van. Er zit een grote spiegel in. Super leuk. Ik ben echt heel enthousiast over deze collectie. Want ik was er heel erg blij mee toen ik hem ook zag. Toen ik hem zag heb ik hem gelijk gekocht. Want ik dacht ik wil hem toch hebben. Ga jij maar even uit het doosje tijgertje. Want dit moeten we eventjes allemaal naar boven brengen. En dan heb ik nog een paar dingetjes in het zakje zitten. Nou, dat zit allemaal ook wel vrij goed verpakt. Dat doen ze tegenwoordig wel heel goed. Dat is wel heel fijn. Het verpakken. Nou, dan hebben we vier nagellakjes. En ik dacht dat het kleintjes waren, maar het zijn best wel grote. Ik heb allereerst een groene in de kleur C04. Lovely Minty. Ik ga dit eventjes op de grond zetten hoor. Er wordt iemand hier heel vervelend. Dan hebben we een oranje kleur. Heel leuk. C02 Pretty Sunlight. Heel leuk. We hebben dus ook een dubbele dop. Oh, deze producten voelen nu zo koud aan. Want ze hebben dus net even buiten gestaan. Ik ben er wel gelijk heen gegaan. Maar oh, het voelt best wel een beetje koud. Dan hebben we nog een blauw kleurtje. De C03 Happy Skydancer. Super leuk. Ja, ik ben echt blij dat ik hem al heb. En de roze kleur. En dit is de... even kijken hoor. C01 Sweetie Cotton Candy. Zo'n leuke collectie dit. En als laatste hebben we nog een... een cheek activator. En die gaat dus je... Ja. Voor je...
voor je wangen. En deze heeft een C01 Sweet Glory Days gekregen. Die ziet er zo uit. Superleuk. Ik heb dan nog een gratis kwastje erbij gehad. Dus dat is in ieder geval eventjes wat ik had besteld bij de Boosje Shop. Waar ik dus heel enthousiast over was. En wat ik jullie even wilde laten zien. Ik moet alleen dit stukje nog, maar hij is dus echt wel tot hier ongeveer al gevuld. Dus het wordt nog wel wat, dus ik ben er wel weer blij mee. Zo, ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. Ik heb de pakketjes naar boven gebracht. Ik heb pakketwassen dus ook, maar wat ik al zei, dat komt in een shoplog. Die komt denk ik volgende week. Ik heb even lekker duimpeten gedaan. Ik heb eventjes de video opgenomen. Ik moest even wat in elkaar fabriceren. Omdat ik nu eventjes niet mijn statief kon gebruiken. Maar het is allemaal wel gelukt wat ik zo zie. Dus dat is fijn. Ik had een stukje van mijn nagel af. Die moest ik even bijveilen. Katten hebben net lekker gegeten. Ik heb nog even de kattenbrokken aangevuld. Dus dat is ook allemaal top. Nu ga ik zo even lekker relaxen. Mijn buikpijn speelt weer een beetje op. Ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond Married at First Sight kijken. Wordt nu de laatste aflevering. Morgen is de laatste en dan is het allemaal klaar. Dus dat ga ik sowieso eventjes doen. Verder ga ik vanavond foto's bewerken. Mijn vlog afmaken. En ik hoop dat de beelden dus allemaal goed zijn. Dus sorry als er toch iets wazig was. Het is heel erg lastig nu met deze camera. Maar ik werk eraan om aan een nieuwe te komen. Nou, dan ga ik verder met mijn Netflix-serie en daarna weer Dr. Tinus. En dan ga ik lekker verder mijn boek lezen. Dus dat wordt het ook. Dus verder niet heel spectaculair of zo. Ik ga bij deze dan ook de vlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht. Druk op mijn kanaal zelf, daar staat de rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video online heb gezet. En hoef je dus niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij de volgende video te mogen zien. Doeg!